erbij. Maar nee, ze hebben het zo goed in de hand. Ja. Zo goed. Dat heb ik gisteren ook wel meerdere mensen horen zeggen, dat op het moment dat er iemand van jullie club vermoord zou worden, dat je tot op de dag van vandaag wraak zou nemen. Klopt dat? Ja. Nou, zeer, als eerst. Het is een gevoelig onderwerp, maar... Jij moet dan praten. Jawel, maar kijk, weet je, het is... Jij bent daarvoor veroordeeld, weet je. Kijk, ik wil niet zeggen dat je alles alleen hebt gedaan, natuurlijk. Nee, jij bent de enige die ervoor veroordeeld, dus moet jij praten. Het is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. En ja, mensen hebben altijd wel snel een oordeel daarover klaar, zeg maar. En wat niet heel gek is. Nee, maar het is natuurlijk niet... het is geen makkelijke tijd geweest. En ook voor hun niet. En ook voor ons niet. En eigenlijk kan je concluderen uit die strijd dat daar eigenlijk alleen maar verliezers uit zijn gekomen. En ja, dat heb ik altijd gevonden. Omdat in onze groep is natuurlijk een soort... dat ging ook niet helemaal goed, omdat ook jongens hadden gepraat. En, daarna. Ja, daarna. En ook in hun groep is dat natuurlijk ook... Maar dat moet even duidelijker worden, want jullie hebben met elkaar afgesproken bij Beverwijk. Dat is tot een grote clash is dat heeft dat geleid. En dus de moord op Picorni, waar jij voor veroordeeld bent. Ja. Maar waarvoor veel mensen hebben hem in die tijd geslagen. En het is helemaal niet duidelijk of jij hem de doodslag hebt gegeven. Waarschijnlijk niet eens. Ja. Maar er is wel tegen je getuigd vanuit andere... Vanuit mijn eigen groep. Feyenoord-hooligans. Ja, klopt. Ja. Dus wat gebeurt er op dat moment in zo'n groep? Nou ja, er is natuurlijk ook heel veel onrust in zijn groep. En dat bedoel ik met verliezers. Ook in onze groep is er natuurlijk heel veel gebeurd. En heel veel jongens hebben eigenlijk te veel gezegd. Dus die jongens die konden daardoor ook niet meer naar Feyenoord. En hun leven lag ook overhoop. En, die zijn uit de groep gezet. Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat geldt ook voor de jongens bij Ajax. Die hebben natuurlijk ook... Ja, maar even over die jongens van Feyenoord, die zijn uit de groep gezet. Zijn die ook uit Rotterdam vertrokken of die lopen hier nog rond? Nee, dat zien we ook niet meer. Nee. En dat zijn de jongens die jou verraden hebben? Ja, dat zou ik het wel zeggen. Ja. Ik was toen de jongste, ik was 20. Dus ik denk dat hun dachten van, nou, die jongen is nog jong, daar kan ik wel iets over zeggen. Ja, ja. Dus, was jij erbij? Nee, ik was er niet bij. Want dan had ik 15 jaar gehad. Want dan ja, maar, nou ja, ik heb over Twente vast gezegd. Wat denk je als ik erbij had geweest? Weet je, ik had ik denk dat ik 10, 15 jaar gehad. Ja. Wat kan je van die dag nog herinneren? Alles. En denk je daar nog wel eens aan terug? Want vertel me even hoe dat ging. Vertel me even hoe dat ging. Nou ja, wij waren. Ik werd gehaald een dag van tevoren. Weet je, door. Een dag voor de wedstrijd. Een dag voor de wedstrijd. Door vrienden van mij, weet je, die gingen naar Enschede toe. We zouden slapen bij een speler van FC Twente. Weet je, Robby Smit, ik ging nog wel namen, weet je, maakt mij niet uit. Je zou slapen bij een speler van FC Twente? Bij een speler van FC Twente. En ik was met de reservekeeper van Sparta en weet ik wat. Nou ja, we gingen erheen. Hoe kom je als Feyenoord hooligan te slapen bij een speler van FC Twente? Ja. Dat is een vriend van je. Goeie vraag, ja. Nou ja, dat was een kennetje. Okay. Dus we waren uitgenodigd en we zouden de avondje gaan stappen en de volgende dag zouden we gewoon naar de wedstrijd gaan, weet je. Dus en we waren met een man of vijf en de jongens hadden nog de vrouwtje meegenomen en weet ik wat. Weet je, dus we waren daar helemaal niet om te vechten en weet ik wat. Hey, dat was helemaal niet de bedoeling. Maar ja, als we waren op stap en we gaan op terug en als ze dan met 25, 30 man mijn maat aan panje slaan. Weet je, ja, dat is wat er gebeurde. Het was 25 Twentenaren tegen 2. Weet je, kijk, en dan ga ik helpen. Nou ja, dan krijg ik ook klap. En ik ben mijn met gepakt en ik heb uitgehaald. Ja, en ik heb hem verkeerd geraakt, weet je. Waar heb je hem geraakt? Ja, hij is hard. Hij is hard geraakt. Dus, ja. Ja, en je wist meteen dat is mis? Nee, dat wist ik niet. Weet je, we zijn weggegaan en ik, weet je, ik wist wel dat het een beetje fout was. Weet je, maar ik wist niet dat die jongen was overleden. Nee. Die jongen die 6 uur later overleden in het ziekenhuis, weet je. Dus is het wel mijn schuld? Ja, natuurlijk is het mijn schuld. Ik heb gestoken, weet je. Maar ja, misschien hadden ze hem ook kunnen redden. Ja, ja. Ja, toch? De artsen die hebben. Ja, weet je. Dus, maar ja, dan wordt er gedaan of het een lievertje is en weet ik wel, weet je. Ja, hij loopt toch ook te vechten? Ja, maar ik begrijp dat er zijn toch ook een soort erecodes dat je misschien niet zo snel zal steken? Of is dat geen... Nee, dat is in de opbelling gebeurd. Dat gebeurt. Weet je, kijk... Baalde jij dat je mes bij je had, achteraf? Misschien wel. Was het liever niet gebeurd? Het heb ik wel heel mijn leven getekend, weet je, tot nu toe. Weet je, dus voor mij had het niet hoeven te gebeuren, weet je. Nee. Ja. Voor hem ook niet? Weet je. Nee, ja, voor hem ook niet, nee. Nee. Ja, hij vertelt het, hij kan het niet meer navertellen. Ja, dat spijt er, weet je. Maar ja, het is nooit echt mijn bedoeling geweest om de jongen bewust dood te steken. Nee. Maar als dat nou een risico is, hè, want we hadden het er gisteren ook over. Als het een risico is dat er zoiets gebeurt. En jullie zitten hier nu met z'n tweeën en het zijn gevallen die niet zo gebeuren.
Waarom blijf je het dan toch doen? Nou ja, ik blijf het niet meer doen, weet je. Kijk, het is... Dit was voor jou een reden om min of meer mee te stoppen? Nou ja, ik heb alleen maar ellende gehad. Nou, ja. Weet je, daarna ben ik ook natuurlijk wel mijn vechtpartijen en weet ik wat. Ja, en kijk, als het toen wel gebeurde, dus ik zat daarna 4 jaar vast. Ja. Weet je, als het toen wel gebeurde, nou ja, je gaat wel door met vechten. Weet je, kijk, iedereen die loopt binnen 3 dagen buiten en ik leg standaard 1 jaar. Ja. Ik zat weer 1 jaar in de baaiers. Dus ik was altijd te lul, ik zat altijd vast. Het zware zijn die gevangenisstraffen. Ja, daar kom je ook wel doorheen. Ja. Hoe was dat voor u? Ja, zwaar natuurlijk. Als hij vast zat? Zwaar. Ja. Tuurlijk. Maar had het altijd wel iets prettigs dat hij dan in ieder geval buiten gevaar was? Ja. Het is altijd, als hij de deur uitging, als moeder zei, dan ben je altijd bang. Altijd bang als anderen de deur uitging? Ja, dan was ik toch altijd wel bang. En als hij dan niet op tijd thuis was of s'avonds laat niet thuis was en was gewoon de nacht weg. Ja, dan leg je heel de nacht wel wakker en je gaat in je bed uit je rook. Jij gaat helemaal gek en je gaat voor de ramen staan. Kijken of hij eraan komt en maar bellen. En dan krijg je geen gehoor. Ja, dan word je wel heel erg als moeder zijn en wel heel vreselijk nerveus. Maar daarin hoor ik wel, dat ik heb het idee dat hooligan zijn ook wel een hoop kapot kan maken. Tuurlijk, dat heb ik ook. Voor mij hebben het in ieder geval ook kapot gemaakt. Ja, maar jullie zitten er toch nog als Feyenoord hooligans. Dat is eigenlijk het pact wat je sluit natuurlijk. Ja. Dat is het pact wat je sluit. Maar ja, sommige dingen die gebeuren je en die overkomen je en dat kies je natuurlijk niet altijd voor je. Nee. Maar als ze gebeuren, dan draai je ook niet snel je rug om. Dus ik heb natuurlijk ook gewoon normale ouders. Die zijn wars van dat, die willen er niks mee te maken hebben. En die zouden zich schamen eigenlijk, voor mij. Oké, maar jij zegt het heeft zoveel kapot gemaakt. Wat heeft het voor jou kapot gemaakt? Nou, het heeft me een hele moeilijke puberteit bezorgd thuis. Ja. En mijn ouders hebben heel veel grijze haren van mij gekregen. Ja, mijn ouders ook. Ja, en heb je al sorry's gezegd? Nu pas. Nu heb ik 25. En dan ga je pas nadenken over wat je ze allemaal... Je doet het toch, tegen beter weten. Oké, maar daarvan denk ik, je zegt je bent een heftige puber. Je komt bij die hooligans. Je hebt zin om te vermatten. Dat zit nou eenmaal ook een beetje in je. Je komt uit Rotterdam-Zuid. Dan ontstaat dat als een soort pubergedrag. Ook. Wanneer houdt dat op? Want op een gegeven moment stop je met puberen, maar zo'n hooligan, dat blijf je. Maar op een gegeven moment past dat misschien gewoon helemaal niet meer bij je. Ik vind dat ik nu wel een beetje de leeftijd heb bereikt dat ik rustig ben. Dat verschilt heel erg van persoon tot persoon. Ja, dat is ook waar. Mensen, weet je wel, die zijn nu ook een stuk ouder als mij. Of jonger als mij. Ja. Maakt niet uit, joh. Hoe bedoel je, maakt niet uit? Het zal altijd mensen blijven boeien. Ook als je dadelijk 40 of 50 bent. Ja. Blijf altijd wat trekken, weet je. Als de CEO's die in de stad inkomen, dan heb je weer 800 man uit de kern. En dan komen al die jongens van vroeger weer bewijzen van. Die zullen niet altijd meer komen opdagen, weet je wel. Maar het is toch een soort pact wat je voor de rest van je leven sluit. Ja. Dat is voor je rest van je leven. Je blijft toch bij elkaar. Je blijft voor elkaar opkomen wat er ook gebeurt. Zeker jong en oud. Jong en oud is bij ons heel erg. Je hoeft elkaar niet meer iedere dag te zien en weet ik wat. Weet je. Maar en toch ga je altijd met elkaar om. Ja. Weet je blijft elkaar tegenkomen, je blijft elkaar zien. Ja. Regels, zeg maar, die je ook familie hebt. Weet je. Ja, want wat zijn de regels even? Gewoon trouw blijven aan elkaar. Ja. Elkaar steunen ook in tijden als het... Het hoeft geen eens voetbal gerelateerd te zijn, weet je wel. Als je je baan kwijtraakt en je wijf bewijzen van. En dan, dan zijn je vrienden er ook. Ja. Snap je? Als je moeilijk zit. Ja, het is niet of als je een plek hebt om te slapen. Ja, het is niet alleen maar het rellen natuurlijk, weet je. Want kijk, dat denken de mensen. Kijk, maar wij gaan natuurlijk... Tenminste, een groot gedeelte, wij gaan allemaal gewoon heel goed met elkaar om. Ja. Ja. Maar we horen de hele tijd een rumoer van achter. Ik loop even naar ze toe. Ja, ga even naar ze toe. Ga even naar de tafel. Ik ga even lekker kijken. Ja, ja, ja. Erik, Joop, sportvereniging, jullie horen het nu een beetje aan. Wat denk je ervan? Ja, het zijn natuurlijk vaak redelijk bizarre verhalen die je hoort. Mij niet onbekend, want ik ken deze verhalen. Ik heb ook de meeste ken ik ook van gezicht. Ja. Sommige ken ik wat persoonlijk. Ja, het is een... Wat mij dus wel aanspreekt aan deze jongens is dat ze dezelfde passie en beleving voor de club hebben. Alleen ze uiten het anders dan het gros van de supporters onder ik. Ja. Maar de passie en de liefde voor de club is heel duidelijk. Ja. Die is voor mij minder duidelijk. Ik bedoel, ik snap het wel, maar ik heb ook het idee dat het wel heel erg een reden om te vechten wordt. Hoe zie jij dat? Ja, dat is ook wel zo. Ja, de saamhorigheidsgevoel wat ze verklaren, dus het vriendengevoel, dat herken ik wel. Ja. Vanuit mijn jeugd, ik kom ook maar uit een hele gewone volksbuurt. Ja, was dat eigenlijk niet anders. Je ging met vrienden op stap en werd er een aangevallen, dan dook je.